Barbara, vandaag de open dag van Adelhaag. Altijd leuk, ook in combinatie met de mannen. Zeker, kijk, het is een hele mooie dag voor jong en oud. Komen fans, die komen voor alles. Spelers, materiaal, shirtjes. Ja, het is gewoon heel mooi. Even naar de laatste 2,5-3 weken die je door hebt gebracht met het Nederlandse team in Engeland. Hoe was dat? Ja, een hele mooie ervaring. Kijk, je leeft ergens naartoe. Je bent in de voorbereiding in Nederland ook al heel veel aan het werk ernaartoe. Dan ben je er eindelijk. Ja, dan is het gewoon heel mooi om het toernooi mee te maken. Had je nog stille hoop naar het uitvallen van Sarri dat je aan bod zou komen? Nou, je weet je rol. Er kan altijd wat gebeuren in de wedstrijd. Dus je bent altijd voorbereid. Daarentegen, ja, elke dag gewoon heel hard getraind. En heel hard, ja, als het moet, sta je er klaar voor. Dus ja, geen probleem. Ik zag nog een momentje dat Daphne van Domslaar een blessure simuleerde. Toen zag je aan de zijkant een beetje warm lopen. Ja, als het toch moet, dan moet je wel warm zijn om erin te kunnen. Sjaak, vandaag de open dag. Combinatie van mannen en vrouwen. Goeie zaak, denk ik. Hele goede zaak. Ik denk dat het een hele goede start is. Ja, hopen dat het zo door blijft gaan. Barbara, je hebt ons in het verleden door laten schemeren van ja, ik weet nog niet of ik doorga, of ja of nee. Hoe staat het er op dit moment voor? Nou, zolang het goed gaat en ik kan alles aan, blijf ik gewoon doorgaan. We zijn afgelopen woensdag begonnen met de voorbereiding. Veel zin in? Zeker. Nou, ik ben zelf nog niet begonnen. Ik heb zelfs nog even vakantie. Maar wanneer ik start heb, kan ik natuurlijk wel heel veel zin in. Nieuwe selectie, nieuwe kansen, zeg ik altijd. Zeker waar. Sjaak, wat jou betreft, nieuwe selectie. Zijn wat bekende namen weggegaan, maar goed, zijn er ook speelsers bijgekomen. Hoe schat je het in op dit moment? Nou ja, het is moeilijk te zeggen. Maar ik kan wel heel eerlijk zijn hier voor de camera. Bardi moet gewoon doorgaan, want anders kan ze lachen. Dat is een probleem, denk ik. Nou, ze moet gewoon doorgaan, want het is gewoon de beste keeper in Nederland die we hebben. En ik zie dat nu iedere dag. Ze heeft het af en toe zwaar, maar daar gaan we ook een plan voor maken. Dat ze af en toe gewoon de rust kan pakken. Maar ik ben blij dat ze nu vakantie heeft. En dat ze een waanzinnig EK-toernooi heeft meegemaakt. Want dat verdient ze. Ik had wel stiekem gehoopt, nou daar gaat ze. Maar het is niet gelukt. Of het niet geworden. Maar ze moet gewoon zo doorgaan. Want ik zie ook een hele andere Bar dan de afgelopen jaar daarvoor. Ze had het ook best wel pittig. Een paar tegenslagen gehad. Maar deze vrouw die komt er wel, joh. Je hoort het, Barbara. Stop is geen optie. Dan gaan we lekker door. Tot slot. Open dag staat straks te beginnen, wat jullie betreft dan. Je krijgt de catwalk en dergelijke. Daar verheugen je op? Nou ja, verheugen is wat anders. Mijn naaldtak heb ik thuis gelaten met de catwalk. Nee, maar het is gewoon, ja, het is een begin van het seizoen. En dat hoort daarbij. We moeten ons presenteren, dat gaan we ook doen. We hebben een goede selectie, hele jonge selectie. Ja, daarom is het ook zaak dat dit goed is om mee te maken. Dan zijn ze gelijk van de eerste vrees af. En er is alweer wat volk. Dus ja, dan moeten ze straks aan wennen als ze dadelijk al met het stadion zitten. Dus dat komt allemaal goed, joh. Barbara, tot slot. Jij kijkt er ook naar uit? Zeker. Het is gewoon een hele leuke dag voor jong en oud. Dus mooi om mee te maken. Boy, open dag vandaag. Combi van mannen en vrouw. Dat laatste maakt het vooral leuk, denk ik. Ja, dat zeg jij. Nee, het is zeker leuk. Ik denk de man en de vrouw tak van de voetbal moet je gewoon... gewoon samen op de open dag natuurlijk. Weet je, we zijn gewoon één club. De open dag is natuurlijk gewoon voor iedereen. Voor mannen en voor vrouwen. Ik denk dat er tegenwoordig ook heel veel vrouwelijke fans zijn. En ook mannen die... want als je kijkt naar de wedstrijden van het vrouwenvoetbal... komt er ook steeds meer publiek op af. Dus ik denk alleen maar mooi dat ook de vrouwen vandaag de open dag hebben. Ik heb begrepen dat je zus ook een aardig balletje kan trappen. Ja, dat klopt. Ja, die speelt bij Telstar. Nu het eerste. Die gaan nu voor het eerst ook de Eredivisie in natuurlijk, Telstar. Nieuw team in de competitie. En volgens mij als ik het goed heb, dan speelt Adel ook de eerste wedstrijd tegen. Dus ja, dat is mooi voor Telstar en ook voor Ado. Elke dag zo. We verkopen goed, dus nee, leuk. Je zegt we verkopen goed. Indicatie? Nou ja, we zijn... De uitshirtjes die zijn er al bijna uit. Zijn dat het mooiste, hè, of niet? Nou, voor de vrouwen. Wij zijn hier voor de vrouwen, dus dat zijn wel het mooiste, ja. Straks krijg je natuurlijk de presentatie, zowel van de vrouwen als de mannen. Waar verheug je het meest op? Ja, toch wel een mannenteam, hoor. Even naar de hele opzet van vandaag. Qua weer is het nou niet je het, maar goed, het voorlopig is het droog. Dus wat dat betreft zit het toch wel mee. Ja, zeker weten. Vanochtend met opbouwen was het een beetje rot weer, maar zo te zien blijven we droog nu, dus het gaat goed. Goed, het is in ieder geval droog. Wat? Ja, ik vind het zo lekker eigenlijk. Het is een beetje benauwd, maar het is nou lekker droog. Gezellig, kijk, heel familie in. Het is een mooie dag.
combinatie eindelijk weer van de mannen en de vrouwen op een open dag. Ik denk een perfecte mix. Ja, zeker. Die is ook, hoort erbij eigenlijk. We zijn ADO, we zijn allemaal samen. ADO vrouwen of mannen vrouwen, we zijn gewoon eenheid. Hoort erbij. Je bent altijd bij de vrouwen. Ja. Ligt daar je hart of niet? Ja, zeker. 100%. Van waar die keuze? Ja, we zijn nu met het vlagteam van ADO vrouwen. Ik ben bezig met 15 jaar sfeer maken voor die vrouwen. Ik heb wel eens meegemaakt, bekerfinale, kampioen geworden, alles meegemaakt in 2011 tot nu. En nu gaat het aan mijn goede kant. En van mannen, ja, tuurlijk, is mijn tweede huisjes. Nieuw seizoen staat op het punt van beginnen qua mannen komende vrijdag. Wat zijn je verwachtingen met deze huidige selectie voor het nieuwe seizoen? Ja, ik geloof mij. Als je zo kijkt in de training, zo kijken met die nieuwe trainer, dan gaan we volgend jaar kampioen worden. 100%. Hoe kijk je aan tegen het sportieve perspectief voor de vrouwen komend seizoen? Ja, Jacques Poudak is ook bezig. We hebben een goed team. We hebben echt één eenheid samen. Dit gaat ook goed komen, 1000% ook. Zeker. Straks om 2:15 krijg je de presentatie van de vrouwen en de mannen. Ga dan uit je dak of niet? Ja, tuurlijk. Ga even handjes even, tuurlijk. Hoor erbij. Renate, met een stand van de Roze Reigers op de open dag van Adelaar. Ja, jullie kunnen eigenlijk niet ontbreken. Ja, nee, ja. Ja, het is gewoon geweldig natuurlijk. Hè. En dat we hier gewoon kunnen staan zonder problemen, dat is bij andere verenigingen toch wel heel anders. Dus nog een heel terrein te winnen dus. Ja, heel veel. Maar wij, je ziet ADO is overal de eerste mee. Vroeger met de eerste kippen op het veld, de grootste vlag, de knuffelactie in het Feyenoord. ADO is gewoon trendsetter met alles. Dus ook met de Roze Reigers, met de Roze voetbalsupporters. Even naar het sportieve gedeelte. Heb je nog een voorkeur voor de mannen of de vrouwen? Nou, ik eigenlijk allebei. Hè. Ja, het is heel moeilijk kiezen. Maar van kinds af aan ben ik betrokken bij de mannen geweest. Want er was nog geen damesvoetbal. De meiden die voetbalden met de jongens mee. En later, ja, ik hoop natuurlijk dat ADO de vrouwen ook de aansluiting met de top gaan behalen. Ze zijn nou de subtop. Maar dat ze dan met Twente en Ajax en PSV gaan kunnen strijden volgend jaar voor het kampioenschap. Tot slot, bij thuiswedstrijden van de mannen zie ik je altijd op de tribune. Hoe zit dat qua bezoek aan de vrouwen? Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen dat helaas, dat is nog een verbeterpuntje voor mij. Daar ga je werken? Ja, daar ga ik zeker aan werken. Lekker mee! Lekker, 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 lekker. Ulis, beste secretaris van de ADO Vrouwen. Open dag, samen met de mannen. Ik denk een goede zaak. Zeker. Ik voel me één met de club. Dus op zo'n open dag, ja, dat is geweldig. Dan zit er heel veel voorbereiding aan vast aan zo'n dag, zeg maar. In hoeverre heb jij je daar nog mee bemoeid? Niet veel. Maar wel, ik ken het wel van dichtbij wie er allemaal hun betrokkenheid hebben getoond. En daar moeten we wel een beetje applaus voor geven voor die mensen die dat ook bij de vrouwentak, zeg maar, dit ook mede mogelijk hebben gemaakt. Het vrouwenvoetbal staat op dit moment nadrukkelijk in de belangstelling door het EK in Engeland. In hoeverre heb jij dat gevolgd of volg je het? Nauwgezet, ja. Nauwgezet, zeker. En vanavond dan hebben we toch een wedstrijd met een Haags gehalte, zeg maar. En iedereen zal straks natuurlijk met vol spanning de verrichtingen van de ploeg van Sarina Wiegman volgen. Ik ook. Na het uitvallen van Sari van Veenendaal, had jij toen nog de stille hoop dat Barbara wellicht eerste vrouw, doelvrouw zou worden? Vanuit het groen-gele gedachte wel. Aan de andere kant moet je ook, ben je ook voetbalfan en voetballiefhebber om ook anderen, zeg maar, de kwaliteiten te beoordelen. En terecht dat Domslaar erin staat. En toch super trots dat Barbara Losheid erbij blijft. Hartstikke leuk. Nieuwe seizoen ook voor de vrouwen, dat nu toch tot september staat voor de deur. Wat zijn je verwachtingen? Hoopvol, sowieso. Altijd. Ik ben nu 7, 8 jaar ben ik bij de vrouwen als voetbalfan en als betrokkenen. En altijd heb ik er wel goede hoop in dat ook
in het komend seizoen ADO Den Haag vrouwen zeker de top 3 pijn kan doen. Je bent weer met het leven. Jouw vriend, jouw sterk, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo. Den Haag, laat je horen! Nee. Ik zei... Den Haag, laat je horen! Namens de club, namens alle medewerkers, namens de spelers... heet ik iedereen, jong en oud... van harte welkom bij de open dag van een seizoen waar we toch allemaal wel naar snakken. Het vorige seizoen was spectaculair, maar duurde nou 5 minuten te lang, naar mijn gevoel. De spanningen voor dit aankomend seizoen zijn hoog, de verwachtingen zijn hoog. Maar we hebben ook een aardige selectie die wat kan waarmaken. En die gaan straks aan jullie worden gepresenteerd. Dat niet alleen. Er komt ook een selectie voorbij van de toekomst. Want jullie weten het. Het mannenvoetbal, dat gaat lekker. Maar het vrouwenvoetbal scoort als een malle. Straks komen alle spelers... van de dames en herenteams voorbij. Dus laten we alvast even testen hoe een warm Haags welkom zou klinken. Dus stel, hier komt even als testje, dat je wel weet hoe het oude gevoel is. Stel, ik zou zeggen, laat je horen voor Cor Lems. Hoe klinkt dat dan? Het klinkt nog een beetje Prozac. En ik snap dat er een paar mensen nog aan de medicijnen zitten van die laatste wedstrijd tegen Excelsior. Maar, we gaan nog één keer repeteren. Stel, achter mij staat Remco Boeren. Hoe heet dan een Haags welkom? Precies. Zo gaan we het doen. We hebben het over de ADO Den Haag vrouwen. Met als eerste Barbara Losheid. Maartje Looyen, Jamie Ravensberger, Kirsten van der Westerich, Janette van Balen, Manon van Rij, Pierre Nauma, Lies Rijsbergen, Rob de Lonen, Ita Gimius, Ilan Abali, Nicky Uijzerman, Kato Bijna van Hoornijk, Louise Brooster, Lisanne van Wal, Laura Dampelman, Wendy Walvoort en Danse van Beus. Laat je horen voor Stefan Vos. Iedereen oké. Niet boos. Pak je nou de pak. Luc Draaijend. Meike Kems. Hans van Pelt. Annie Hoek,
je merkt wel dat vrouwenvoetbal populairder is dan ooit tevoren. Waarin merk jij dat in je dagelijks werk? Nou ja, er is steeds weer media-aandacht, publiek hier uit Den Haag die in ons stadion ons komen bezoeken. Ja, je merkt het echt aan alles, dus ik ben daar eigenlijk wel trots op om daar deel van uit te mogen maken. Dankjewel Jaak, ook goed om te horen dat het met jou op dit moment persoonlijk goed gaat. We leven allemaal met je mee. Dames en heren, laat je horen voor de ADO Den Haag vrouwen onder leiding van Jaak. En onze nieuwe hoofdcoach, Pieter voor je. Het is gelukkig een stuk drukker dan vorig seizoen. Het was een pittig seizoen op alle vlakken. Maar we staan hier nu met een schone lijn. Hoe is het voor jou om hier voor het eerst voor onze supporters te staan, Dirk? Ja, eigenlijk een dag te laat, want ik had jullie heel graag gisteren in het stadion willen ontmoeten. Daarvoor moeten we nog heel even geduld hebben. Maar heel fijn dat we hier vandaag met z'n allen staan. Aan het begin van een heel mooi seizoen, denk ik. Jij hebt ook een tijdje gevoetbald. Ik zocht het even op, nou, een aardige erelijst. Hoe was het voor jou als speler om hier in Den Haag te komen? Nou, dat was altijd wel prettig. Normaal gesproken waren de resultaten altijd wel behoorlijk. En af en toe kreeg ik wat naar mijn hoofd van de Haagse fans. Maar ik heb al eerder gezegd, ik kan de Haagse jongens al waarderen.